Daar kon Derman niet bij. En dus krijgen we Reinders en Miché. Zoekt opnieuw de combinatie met Reinders. En dan een poging tussen de palen vanwege de thuisploeg. Dit was er een van Miché. Miché. Chimanga. Kagro. En Sanusi. Verlinde krijgt de bal op links. Die twee jongens, ja, dat kan hij wel aan. Sanusi, die gaat ook eens proberen en het is raak. Sanusi scoort in zijn 99ste wedstrijd. Het is Ryan Sanusi die Beerschot op voorsprong brengt. Ja, de thuisploeg al heel nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. De betere ploeg al een minuut of 10. En dat wordt beloond met een goal. Hier nog eens kijken. Verlinde legt terug. En dan Sanusi denkt, ik ga ook eens trappen. En knap hoor. De verre hoek, even kijken. En dan... Maar... Witterook, die is er nog niet. En dus is het behelpen daar. Misschien de 2-0. Reinders was er heel dichtbij. Na nauwelijks... 21 seconden in de tweede helft. Kijk eens, Amankwa met deze terugspeelbal twijfel. Sanusi. Reinders. Kagro, ze laten de bal vlot rondgaan. En dan is er de poging van Kagro. Maar de busser liet zich niet verrassen. Gisteren dacht ik, net toen hij terugkwam van zijn interlandverplichtingen. Fata, buitenom. En dan nog uit doel geranseld door Matthias. Daar was Lommel dicht bij de gelijkmaker. Fata. En dan via Matthias die bal bijna in doel. Matthias. Ah, Nizé, nogal ongelukkig in deze tweede helft. En daar is Verlinde. Verlinde moet naar Nzita. De hoek is scherp en toch scoort hij. Nzita in één tijd binnen. Daar is de 2-0. Halfweg de tweede helft. Nzita met zijn eerste in deze competitie. Prima. In één tijd hard, laag, binnen. Verlinde opnieuw als aangever. Hij zag het goed. Het moest naar Nzita. En die trapt de bal tussen de benen van de doelman. Nzita in één tijd. Nee, het was net naast... Het rechterbeen van de busser in de korte hoek. Oeh, Amankwa. En ja, dat wordt rood natuurlijk, uiteraard. Het is zelfs rechtstreeks rood. Amankwa had al geel. Amankwa. Hier haalt hij Reinders neer. Sanusi, Reinders. Tikken, mooi. En de kaats van Keita voor Miché. Miché met links. Oef, ze zagen hem erin hoor. Ja. Handen op elkaar voor Simeon Miché. Hier, mooie overstap. En dan... De poging van de jonge Miché. Lucas Schoofs naar Vanscha. Geen buitenspel, natuurlijk niet. Vanscha met de poging binnen. Vanscha
met de aansluiting. En dat doet de Lommel met een man minder. En nog 10 minuten te gaan. De ingevallen Zalavancha. Buitenspel was het zeker niet. De paas van Schoofs voor Vancha. En dan weet je dat je moet uitkijken. Matthias. Genageld. Wijmans gaat neer. Pauwels. Kappen en trappen. De Busser mag oprapen en snel de aanval op gang brengen. Een vloekende Wouters. En maakt Beerschot het dan helemaal af. In deze 95e minuut met Cagro. Nee, ja, daar gaat hij toch nog een kaart voor krijgen. Nee, dat is niet de bedoeling. Lambrecht maakt een einde aan deze wedstrijd. Beerschot wint de topper.